En dan horen jullie nog, dit hoor is vet is, ja. Pieter Fox onthoudt aan zich. Ja, en we vroegen jou ook nog of jij een vraag gaat verpinnen. Die is namelijk in de show, mocht je het gemist hebben. En wie dat onder andere gedaan heeft, heet Thomas. En hij vroeg zich af waar jouw fascinatie voor jingles vandaan komt. Ik was vroeger fan van radio. Nou, fan vind ik een beetje een vreemd woord altijd, maar het, ja, het is een gewoon woord. Ik luister vroeger veel naar Radio Veronica. En ik vind nog, en dat vond ik toen ook, die hebben de mooiste jingles van elke zender. Vind ik dus echt de mooiste jingles. Maar daar komt ook een beetje de fascinatie vandaan. Stel je voor dat je hele goede jingle maakt voor een hele goede DJ. Nou, dan ben ik best trots op mezelf. Ik kan niet zingen of zo. Ja, ik kan niet zingen of zo, vind ik zelf. Maar ik vind de humor. Ja, niet zo bescheiden zijn. Nee, ik gooi er humor in. Dat vind ik leuk. Ja, nee, humor heb je zeker. Straks komt er ook nog een jingle voorbij. Maar dan vroeg ze nog af, hoe komt het dat je het hebt die het nieuws kan bedenken? Oeps. Dat is wel een goeie. Inspiratie. Vindt de onderbuurvrouw niet zo leuk als ik s'nachts inspiratie heb? Dus, maar goed, af en toe heb je het ook eens overdag en dan ben je niemand tot last. De bovenbuurman. Ja, dan ben je altijd boven ervan last. Ja. Zometeen nog het sportoverzicht. Pien, je blijft lekker zitten. Ja hoor. Pieter wil lekker zitten. En het nieuws met Mark komt eraan. En volgens mij komt tussen deze twee plaatsen de welbekende single van Pina. Maar welke ons? We hebben de twee verstopt in de uitzending. Ja, ik weet niet precies welke. Maar in ieder geval is dit Charlie Puth, One Call Away. From André. Ja, ik zie het, Mark. Dat is Mark, mensen. Mark van Rossum. Mark van Rossum! Die kent hem niet. Van Ken Dusters! Abonneren!